Hormonen, ze beïnvloeden je van top tot teen. Ze bepalen hoe je in je vel zit, hoe je eruit ziet en hoe zwaar je weegt. Ik ben gezondheidsjournalist Pim Christiaans. En voor deze podcastserie ga ik in gesprek met de man die alles over hormonen weet: Ralf Moorman, lifestyle coach en schrijver van het boek De Hormoonfactor. We gaan het deze keer hebben over tekenen van hormonale disbalans. Hoe, waar herken je het aan? Heel veel gezondheidsproblemen die hebben een relatie met hormonen... maar dat is niet direct evident. Je, je, je ziet het niet direct, je voelt het niet direct. Hoe, hoe ga jij te werk? Wat, waar let jij op bij mensen als, als je een hormonale disbalans vermoedt? Het is vergelijkt hè, tot uh, je voeding. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de innamekant en je hebt de verbruikkant... Um, als je echt met uh, sporten heel veel wil verbruiken, waardoor je bijna kunt eten wat je wil, ja, dan heb je het over uh, tien, uh, tien uur per dag op het land werken, hè? zoals vroeger, dat soort dingen. Of je gaat toe de Frans rijden. Maar als je twee keer in de week traint, dan moet je ook niet te veel verwachten van die twee trainingen zelf. Um, omdat je tijdens die training natuurlijk ja, een bepaald aantal calorieën kunt verbranden. Maar als je verkeerd traint, dan ja, ben je eigenlijk na de training ben je klaar met verbranden. Want ja, je kunt het ook veel slimmer doen. Je kunt ook in je training systemen gaan bouwen, zoals bijvoorbeeld meer spiermassa. En daarnaast een betere conditie, waardoor je de hele dag door meer vet zult verbranden. En ja, daar is een heel ander soort training voor nodig dan je misschien verwacht. Veel mensen denken, als het lage intensiteit is, dan doe ik heel veel tijdens die training op de vetverbranding. Ja, dan is het na die training ook klaar, want je krijgt geen naverbranding. En ga je veel intensiever werken, dan ben je tijdens de training vooral suiker aan het verbranden. Alleen, je hebt de hele dag door hypofys van, en misschien ook wel eigenlijk de rest van de week. Maar heb je het dan eigenlijk over de ruststofwisseling die je dan aan het beïnvloeden bent? Nou, onder andere de ruststofwisseling. Het ene ding is dat als je meer spiermassa krijgt, dan verbruik je in rust meer. Maar ook als je actief bent, dus ook actieve spieren gebruiken natuurlijk nog meer energie. En wat er daarnaast ook is, als jij je conditie verhoogt in de training, dan wordt je zuurstofopname van je lichaam een stuk hoger. En wordt je lichaam eigenlijk effectiever in het vetvaatje gebruiken om zijn energie uit te halen in plaats van het suikervaatje. Oh, interessant. Als je, um, om het een beetje in een, uh, het context van het geheel te, te zetten, hè, dat uh, uh, op een normale dag uh, verbrand je ongeveer 2000 tot 2500 kilocalorieën. Wat, wat, verk, uh, wat verbrand je dan ongeveer tijdens een uh, uh, workout van, zeg maar, drie kwartier? Ja, in feite hangt het natuurlijk ook af van de intensiteit van die, uh, van die training. Um, als het niet intensief is, kan het om bijvoorbeeld 200 kilocalorieën gaan. En een hele intensieve training, dan kun je misschien wel 800 kilocalorieën verbruiken tijdens zo'n training. Al ja, is dat wel een beetje vertekenend. Want aan de ene kant denk je misschien ja, tijdens de training wil ik zoveel mogelijk energie verbranden. Uh, maar als je op de goede manier traint en je gaat je spiermassa vergroten en je gaat de conditie verbeteren, dan pak je nog veel meer winst hè, na die training. Dus dat is wat lastiger. Omdat hè, aan, aan alleen die aantal calorieën tijdens de training. Toe te schrijven. Daarnaast is het zo dat je heel vaak gaat compenseren. Als je, heel, als je intensief getraind hebt, dat je daarna luier wordt en eigenlijk minder energie gaat gebruiken, misschien wel tot een dag erna. Hè? Dus, dat is, dus is dat een onbewust proces? Ja, vaak, vaak is dat zo. Je bent natuurlijk, natuurlijk moe en dus ga je ergens anders toch weer sparen. even meer is het lichaam daar ook op, op, op ingesteld. En aan de andere kant, aan de innamekant, zie je vaak ook dat als je veel verbruikt hebt, dat je lichaam ook uh, ja, meer hongerimpulsen gaat geven, waardoor je. Toch weer wat meer gaat eten en je niet zo gunstig uitkomt uh, als je misschien dacht. Dus met andere woorden, hoor ik jou nou zeggen dat als je gaat uh, trainen, dat je dan vaak uh, na afloop van die onbewuste processen hebt, waarbij je juist minder gaat bewegen. En meer gaat eten. Dus dan, dan, dan doe je, maak je het min of meer uh, je winst ongedaan. Ja, dat zie je heel veel gebeuren. En soms is het ook zo, mensen die heel hard uh, uh, willen gaan trainen. Al van tevoren denken van, ik ga straks trainen. Ik ga maar even wat extra eten. Omdat die training eraan komt. Of achteraf, ik heb getraind. Ik zal het wel nodig hebben om meer te gaan eten. En dat zijn allemaal, allemaal inderdaad van die psychologische dingetjes. En als je dan echt eerlijk gaat meten. Dan merk je dat het toch wel erg tegenvalt. Hè? Want wat de, de resultaten van die, die dat calorieverbruik tijdens je trainingen zelf. Wat natuurlijk wel bijdraagt, is als je een paar keer de spiermassa weet op te bouwen. Ja, dan ga je daar de, de hele week uh, profijt van hebben. En dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wil. Want daarmee verhoog je eigenlijk je rustmetabolisme. Plus dat als je meer spieren hebt en je gaat bewegen, dat je dan ook veel meer calorieën verbrandt dan wanneer je minder spieren hebt. Ja, dus een paar kilo spiermassa meenemen, maakt het een stuk makkelijker uh, voor je. Daarnaast tijdens het opbouwen van die uh, spiermassa en de training die daarbij past, he, de, de, de krachttraining, um, als je daarvan herstelt, dan heb je ook nog eens een keer wat gunstige hormonen die actief worden. He. Denk aan groeihormoon die een piek gaat hebben, aan testosteron. Ja, en dat zijn van die slankmakers, die wil je juist. Juist. Hey, en um, je hebt natuurlijk ook. Cortisol, het stresshormoon, dat gaat volgens mij ook omhoog als je gaat sporten. Ja, precies. Het is toch een bepaald optimum wat je wil bereiken. Je wil eigenlijk je spieren een beetje beschadigen eh, met zo'n training die ook bedoeld is om uiteindelijk voor spiergroei te zorgen. Hè. Dat zijn van die, dus die krachttrainingen. Alleen die beschadiging moet wel weer te herstellen zijn en ook uiteindelijk moet je dan spiergroei hebben. En ga je te lang trainen en dan hebben we het andere hormoon cortisol. Wat op een gegeven moment steeds meer actief wordt tijdens je training. Als je glycogeen voorraad opraakt, en dan hebben we een ander hormoon, glucagon, die dat vrijmaakt. Maar als dat opraakt, dan moeten er eiwitten afgebroken worden om je, je, je glucose te kunnen leveren voor je training. En dan heb je cortisol. En cortisol breekt daar spiermassa voor af. En dat is natuurlijk zonde. Uh, en als je te veel afbreekt, ja, dan, dan kun je zelfs uh, slechter worden van je training. En Weet je dan ook waar de grens ongeveer ligt tussen, tussen nog uh, uh, maten van sport... waarbij je en afvalt en spiermassa opbouwt... en uh, wanneer je in een gebied komt waarbij je eigenlijk... door de stresshormonen uh, bezig bent met vetafbraak en vetopslag? Ja, eigenlijk heb je in het begin vooral die, die glycogeenvoorraad. Dat is heel belangrijk. Hè? Hoe, hoe uh, ga je je training in? Ik hoor ook wel eens verhalen over de nuchter trainen en dat soort dingen... Ja, dan, dan heb je eerder een probleem. He, dus dus uh, cortisol die gaat zijn werk doen als de glycogeenvoorraad een beetje opraakt. Dat is uh, normaal, als die goed aangevuld is na ongeveer drie kwartier trainen, intensief trainen, dan begint cortisol uh, invloed te hebben. En dan zou ik zeker niet uh, ja, langer gaan dan een uur. En het is ook helemaal niet nodig. Uh, zeker als het gaat om het uh, prikkelen van je systemen om je conditie te verhogen en daarnaast je spiermassa te verhogen. Je, je, je hebt maar korte tijd nodig. Je kunt met Freshsport met, met iemand één keer neerslaan of tien keer neerslaan. Het, het resultaat is hetzelfde. Maar heb jij dan die, die workouts die jij adviseert? Is dat dan uh, voornamelijk gebaseerd op krachttraining of is het de combinatie van cardio en kracht? Hoe moet ik dat zien? Ja, kracht is toch wel de basis. En dan hebben we het echt over een specifieke training. Niet, niet om zo'n zwaar mogelijk gewicht te kunnen verplaatsen met één herhaling. Nee, dat zijn echt van die uh, bodybuild sets. Tussen de zes en vijftien herhalingen zitten die ongeveer in. Dat is de basis. En daarnaast wil je ook je conditie uh, vergroten. En daar zou je wat interval cardio bij kunnen doen. Al moet ik zeggen, als jij echt grote spiergroepen traint... en dat uh, heel intensief, zoals je benen bijvoorbeeld dat je op die dag eigenlijk geen interval cardio meer nodig hebt... omdat die hartslag al enorm hoog gaat worden in, uh, in de pieken. Uh, maar daarnaast, ja, als je hebt over drie kwartier uh, krachttraining... een ja, kwartiertje even wat sprintjes doen op wat cardio uh, toestellen uh, in een intervalvorm... Ja, dan heb je eigenlijk al uh, genoeg gedaan. Als je dat twee keer per week doet, dan ben je al heel end. Dat klinkt als heel bescheiden. Ja, dat is ook het mooie hiervan. En het is niet zo, als je, veel mensen die elke dag gaan trainen... die ...kunnen sowieso uh, vaak niet goed herstellen van, van, van de trainingen. Dus die zijn zichzelf eigenlijk op een duur een beetje aan het afbreken... ...als je heel intensief uh, uh, zou trainen. De tweede is niet goed vol te houden. En ter derde zie je ook dat mensen die vaak in de gym zijn... ...ook een beetje beginnen uh, te lanterfanteren in die gym. En niet de intensiteit meer halen die ze zouden moeten halen. Juist. En nog heel eventjes een ander uh, heikelpunt... ...in de hele discussie over afvallen... Uh, de, de mantra die je altijd hoort is: uh, als je wil afvallen, dan moet je meer calorieën verbranden dan je inneemt. Ja. Klopt dat? Ja, in principe de, de wet van de thermo thermodynamica die klopt zeker. Uh, daar ga ik absoluut niet tegen in. Maar wat wel zo is, is dat je heel anders kunt kijken naar energieinname en energieverbruik. Uh, um, aan de innamekant kun je echt het meest doen. Het is, het is niet zo dat als je een slecht dieet hebt of slecht voedingspatroon, dat je dat me, makkelijk met, met meer sporten weg gaat trainen. Het is vaak ook zo. Je krijgt, ik weet nog wat iemand met zwaar overgewicht zei: van ja, ik ga niet sporten hoor, want dan krijg ik zo'n honger van. <laughs> dus dat is misschien wel de, de belangrijkste aan de, aan de innamekant. Aan de verbruikskant. Is het ook heel belangrijk dat je stofwisseling uh, hoog genoeg is? Dat is de schildklierwerking bijvoorbeeld, die wil je op pijl houden. En die kun je ook behoorlijk uh, in de war schoppen door diëten Als je dat lang vol zou houden. Dat dus moet je zeker niet, uh, niet doen. Daarnaast, een beetje expiermassa is aan de verbruikerskant heel erg uh, goed. En wat hormonen ook heel erg goed doen. En dat staat eigenlijk buiten die uh, normale ja, caloriegedachte. Dat is dat hormonen de, de invloed hebben om die calorieën naar bepaalde plaatsen in het lichaam te sturen. En als je heel veel anabole hormonen hebt, dan wordt het naar de spiermassa gestuurd. En daar wil je in de meeste gevallen wil je, ja, eigenlijk het hebben. Het gaat niet om gewichtsverlies, het gaat om uh, vetpercentage verlagen. En dat, dat gebeurt dus op meerdere vlakken. Je schrijft, je schrijft volgens mij ergens in de, in de hormoonfactor dat, uh, dat het mogelijk is om uh, meer calorieën in te nemen dan je met uh, sporten verbruikt, zonder dat je daardoor aankomt. Ja, nou in principe vooral vetpercentage daar hoger van wordt. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij zoveel spiermassa opbouwt. Dat je meer calorieën eet dan je verbruikt. En dat wordt allemaal spiermassa. En in principe hoef je dan niet een hoger vetpercentage te krijgen. Ik moet daarbij wel zeggen dat dat vooral geldt in het eerste jaar dat je traint. Dan kun je natuurlijk het meeste spiergroei kun je daarbij ook genereren. Dat wordt later moeilijker. En je zult ook beseffen dat iemand die anabole steroïden gebruikt... Dat hij ook veel meer calorieën tot zich kan nemen, omdat het toch in de spiermassa terechtkomt. Dus die, dat calorieverbruik wordt eigenlijk omgezet in uh, de energie om spieren op te bouwen. Ja, en dat is ook een heel lastig uh, spel wat je eigenlijk hebt. Want om spiermassa op te bouwen heb je eigenlijk ook weer wat meer calorieën nodig dan je verbruikt. Als je dat uh, op een snelle manier wil doen. En andersom. Ja, dat als je af wil vallen moet je in heel veel gevallen op een gegeven moment ook weer meer verbruiken dan je inneemt en daarbij kan spiermassa verloren gaan. En dat, dat is een heel nauw evenwicht. En ik heb dat zelf ook wel uh, op allerlei manieren getest uh, toen ik natural Bodybuilding wedstrijden deed. En het is uh, heel moeilijk. Het is een stuk makkelijker als je anabole steroïden gebruikt. Maar kun je uh, je hormonen op een natuurlijke manier, misschien met supplementen, met voeding en zo? ...zo bijsturen dat het meer richting uh, de richting van spieropbouw uh, gaat? Ja, dat is echt een hele goede balans creëren uh, in leefstijl... ...ook tussen je anabole systeem met testosteron en groeienmoon. En testosteron uh, is ook belangrijk, uh, ja, niet alleen dat je, dat je traint... ...maar ook dat je uh, veel in een herstelmodus zit. Hè? Dat je ook niet de hele dag door aan het stressen bent. Want heel veel mensen die hebben gewoon te veel stress waardoor het anabole systeem veel te weinig ruimte krijgt. He, dus dat is de basis van, uh, van leefstijl. Daarnaast om anabool te zijn moet je ook geen uh, crash-diëten volgen. Dus je wil ook zeker een bepaalde calorie inname wil je uh, hebben. Nou en daarnaast uh, heb je natuurlijk uh, ja ook nog eens een keer supplementen die je zou kunnen gebruiken. Uh, maar in feite denk ik dat je met, met alleen leefstijl, voeding, leefstijl, dat je eigenlijk al al ver komt. Uh, en dan heb je niet eens een supplementje nodig. Maar hoe sta jij dan tegenover uh, van die eiwitshakes en zo na het trainen? Ja, in principe eiwitten zijn natuurlijk belangrijk om spiermassa op te bouwen. Uh, alleen, ja, je kunt je ook uit voeding halen. En als je kijkt naar alle eiwitpreparaten die er zijn, dan vind ik eigenlijk wij eiwit uh, de enige interessante uh, en niet zozeer uh, alleen vanwege die hoge biologische waarde. Het is een een heel uh, effectief te gebruiken eiwit door het lichaam. Het lijkt erg, erg op onze gemiddelde aminozuursamenstelling in ons lijf. Maar ook dat er toch bepaalde groeifactoren lijken uh, omhoog te gaan in het lichaam als je die combinatie uh, van aminozuren tot je neemt. En is het dan belangrijk dat je dat dan ook direct na de training doet? Of mag het ook gewoon in de loop van de dag dat je dat dan inneemt? Nou, ik zou. zeker Als het om dat eiwit uh, gaat, zou ik het niet. Uh, te lang na de training doen. Um, en je kunt zelfs al bedenken, zeker als je een korte training doet, dat je dat al voor je training inneemt. En want het heeft even ongeveer een uur nodig om uiteindelijk in je bloedbaan te komen. Nou, dan ben je net klaar met trainen. Dus dat en, kan ook. en heeft dat dan ook uh, uh, invloed op je hormonen als je dat doet? Nou, natuurlijk als je naar eiwitten kijkt, die hebben toch wel een klein beetje invloed op, uh, op je groeihormoon. Je moet er ook weer geen wonderen van verwachten dat het een soort van kuur is uh, die je dan toe gaat dienen. Maar ja, het draagt allemaal, uh, allemaal bij. He, en daarnaast zijn natuurlijk die eiwitten ook als de hormonen vrijkomen uh, belangrijk uh, dat ze in ieder geval ter beschikking zijn om die spiermassa te kunnen bouwen. Juist. En ik heb je in, in een eerdere podcast volgens mij iets horen zeggen over dat uh, eiwitten ook weer in suikers kunnen worden omgezet. Dus dat het op die manier ook je insuline weer kan beïnvloeden. Ja, nee, sowieso. Hè. In, uh, eiwitten aan zich kunnen ook je, je insuline al vergroten. En dat is op zich gunstig, want het is, het is natuurlijk een uh, anabolhormoon. Um, alleen als je het uh, hebt over: je hebt een dure pot eiwit gekocht. En of er dan spiermassa van gemaakt wordt, hangt ook van heel veel factoren af. Hè. Dus als er geen anabole hormonen zijn en je, hebt bijvoorbeeld, uh, je bent bijvoorbeeld overtraind. Ja, dan kun je heel veel eiwitten gaan nemen, maar die worden gewoon dan voor energie gebruikt in plaats van om spiermassa te bouwen. Juist. En, uh, je hebt zo'n fenomeen, uh, ik denk dat je dat ook in de hormoonfactor beschrijft, van uh, ultralopers dus of marathonlopers en dan uh, nog verder, uh, die dan vaak van die typische magere mensen zijn met dunne benen, maar dan wel een buikje hebben. Ja. En, en daar is dan op een of andere manier een relatie met, met hormonen. Kun je dat uitleggen hoe dat werkt? Nou, in principe zit het lichaam zo geniaal in elkaar dat hij zich zal aanpassen uh, naar hoe die belast wordt. Hè, dus uh, om een hele goede ultraloper te zijn, is het gewoon handig om niet te veel spiermassa mee te dragen. En om een extra vaatje vet te hebben. En zeker om, uh, om al die inspanning te kunnen volhouden. Nou, het lichaam heeft daar fantastische methodes voor om dat uh, voor elkaar te krijgen. Want als je heel veel uh, kilometers gaat maken, dan ga je voor een groot deel ook in die cortisol zitten, hè, als, uh, als, als hormoon wat dan aangemaakt wordt. Dat zal je spier eiwit uh, gaan afbreken. En sommige marathonlopers of ultralopers hebben zelfs dunnere armen dan iemand die nog nooit bewogen heeft. Hè. Die spiermassa is gewoon minder dan het nulpunt eigenlijk. Uh, omdat het gewoon ja, een loos gewicht is wat je mee moet sjouwen. Dus dat is niet, uh, niet handig. Ja, en daarnaast natuurlijk, ook wat kort zo ook doet. Die gaat de calorieopslag wat meer richting buikgebied sturen. Dus je verliest je spieren en uh, het vet gaat allemaal op dat ene plekje zitten op de, op de buik. Maar is het dan uh, als je uh, te hard of te lang traint. Heb je dan een uh, soort mini-effect van zo'n ultraloper? Dat je dan eenzelfde soort mechanisme uh, ontlokt. Waardoor je spieren worden afgebroken en, uh, en je vet uh, juist opslag in je buikstreek gaat krijgen? Ja, je gaat jezelf dus als het ware katabol maken. En katabol, daar moet je ontzettend goed in worden als je hele lange trainingen aan wil kunnen. En dat kan ook desnoods met een. Uh met een krachttraining van, uh, van vier uur lang. Ja, als je dat gaat doen, dan ga je op een gegeven moment ook alleen maar spiermassa afbreken. En, en dan uh, kun je dat nooit meer herstellen. Dus dan word je ook steeds minder gespierd. Want die, uh, uh, wat gaat er op een hormonaal uh, niveau precies mis als je te hard traint? Nou, sowieso. Je stresshormoon cortisol wordt uh, te hoog. En dat blijft dan ook te hoog. En... Uh, ja, en daar moet ook weer een bepaalde hoeveelheid anabolenreactie eh, tegenover staan. En na de training zou je dan een, uh, een piek moeten krijgen van groeihormoon en testosteron. Maar je merkt ook als je echt overtraind raakt, je doet het te veel, dat ook die tegenhangers, cortisol en, en, en groeihormoon, niet meer goed opkomen na zo'n training. En dan ben je echt in een soort afbraakstatus. En blijkbaar heeft het lichaam daar ook een reden voor. In het geval van ultralopen, gewoon die spiermassa moet hij vanaf. En hij moet juist vet op zijn buik vast gaan houden... om in de toekomst dit vaker te kunnen doen. En hoe ziet een training voor jou zelf eruit? Hoe doe jij dat? Nou, op zich wat belangrijk is als een basis training... is ja, trainen als een bodybuilder. Dat is eigenlijk een krachtschema van ongeveer drie kwartier in de gym zijn... Um, dan heb je het over de grote spiergroepen vooral. Dat, uh, het is namelijk benen, borst en rug. Dat zijn ook spieren, als je die traint, krijg je het meeste anabole effect... en het meeste ja, uiteindelijk aanmaak van, de, van testosteron en groeihormoon. Dus zelfs zo dat als jij uh, je biceps wil trainen, het is het handig om een grote spiergroep mee te pakken. Dat je je biceps ook profiteren van die uh, anabole piek van die, van die hormonen. Dus dat is sowieso belangrijk. Um, dan wil je uh, dat je de oefeningen die je doet, dat je binnen... 6 tot 15 herhalingen, daar moet ergens een moment van overload zijn. Dus als jij 10 herhalingen wil doen, moet je er eigenlijk geen elf kunnen redden. He, dus dat zorgt voor een, uh, voor een groeiprikkel. En daarnaast moet je beseffen dat uh, heel veel trainingen op een gegeven moment gewenning creëren bij je lichaam. Dus je moet ook regelmatig je prikkel aanpassen. En de, de, de trainingsprikkel aanpassen kan of zijn oefeningen uh, veranderen. Of het tempo van uitvoering van een oefening. Of het aantal herhalingen. Dat zijn een aantal van die dingen waar je mee kunt. Uh, om in ieder geval je lichaam iedere keer maar beter te laten worden. Uh, en natuurlijk na de training, is het natuurlijk van belang dat je voldoende herstel hebt. Dus ook uh, zeker als je een full-body training doet, doet, ja dan moet je eigenlijk meer dan een dag uh, tussen hebben om te kunnen herstellen. Uh, zeker 48 uur rust hebben die spieren nodig. Dan heb je en de spierschade hersteld, en is de uh, spiergroei tot stand gekomen. En als de spieren weer op een maximum zijn qua groei, dan wil je de nieuwe prikkel toedienen dus dat moet ook niet te vroeg dus als je één dag later dezelfde spiergroep doet dan ben je nog steeds in de afbraak en dan word je eigenlijk steeds slechter en jij je zegt dat uh, na trainen dan uh, heb je een soort hormonale uh, invloed op uh, groeihormoon en testosteron dacht ik hè uh, hoe, hoe moet je dat voorstellen hoeveel procent gaat dat dan omhoog nou je ziet echt als je daar uh, de en zo kijken naar uh, de bloedspiegels, ja, dan zie je toch echt wel uh, 100% omhoog, 200% omhoog en dat soort dingen. Maar het zijn maar tijdelijke uh, piekjes natuurlijk. Hè. Ze moeten op zich uh, relatief kort uh, uh, werken. Ja, alleen je moet ook beseffen dat s'nachts er ook weer een anabol effect, het volgende anaboleffect gaat optreden. Hè. Goed slapen is belangrijk. S'nachts heb je een groeimonpiek en ook een testosteronpiek. Die helpen ook allemaal mee. Dus het is echt een groot spel tussen aan de ene kant inspanning en, en ontspanning. Wat uiteindelijk voor het resultaat gaat zorgen. Maar kun je met... Um, uh, door precies goed te trainen, kun je daar stel dat je als man testosterontekort hebt of als vrouw uh, hormonale dis, uh, disbalans hebt? Kun, kun je dat wegtrainen als het ware? Um, ja, natuurlijk. Je zult begrijpen dat als je hè, als, als man ouder wordt, dat je op een gegeven moment echt een beduidend lagere testosteron gaat krijgen. En je kunt in ieder geval ja, het... Effect van het ouder worden verminderen. Je moet niet denken dat je, als jij vervolgens gaat kracht trainen, goed gaat slapen en alles optimaliseert in je leefstijl, dat je dan weer het testosteron hebt van een, van een 20-jarige. Uh, alleen je kunt een heleboel doen om, uh, om het effect te verminderen. En sowieso, wat natuurlijk heel veel gebeurt, is dat uh, mensen tegenwoordig overgewicht krijgen. Nou, dan, dan heb je testosteron, dat wordt oestrogeen. Uh, en dat is ook niet handig. Want dat uh, testosteron wordt dan in je vetcellen omgezet naar oestrogeen. Ja, en dat is uh, een situatie waar veel mensen uh, inderdaad in zitten. Dus we zijn vrouwelijker vaak dan, uh, uh, dan voor de gezondheid zou uh, moeten. Juist, ja. En, en een uh, ander uh, gevoelig punt is uh, iets dat heet dan een uh, spotreductie. Dus je ziet heel vaak uh, ziet mensen in, in uh, een sportschool die dan een hele hoop sit-ups doen omdat ze hun buikje willen wegtrainen. Maar werkt het ook zo? Uh, ja, dat zie ik nog steeds heel veel gebeuren. Uh, het zou heel makkelijk zijn. Hè? Dus, uh, zeg maar dat je eet wat je wil. En, en voor de rest alleen maar uh, de, vanaf Telcel de, de app Roller Plus kopt. Of dat ze de reclames die je had. En dan dat alles daar ter plaatse gaat verdwijnen. Uh, en vetverdeling. Uh, kun je niet zozeer door plaatselijke trainen wegkrijgen. Dat, ja, dat zal een effect zijn, maar dan heb je het echt over minimaal procent ter plaatse. Maar er is wel een hormonale link met waar het vet komt te zitten op je lichaam. Dus daar heb je zeker wel uh, invloed op. En bijvoorbeeld, insuline zorgt ervoor dat het wat meer op je love-hendels uh, komt te zitten. En uh, kom je van uh, insulinresistentie af, dan zie je de vetverdeling weer wat daar weggaan. Um, cortisol, heel veel stress, kan het ook wat meer richting uh, het buikgebied uh, sturen, en terwijl juist testosteron en groeimoon het uh, een beetje daar eraf kunnen halen. Dan heb je het over vetverdeling en niet over vetpercentage, dat is natuurlijk heel uh, wat anders. Uh, en zeker uh, uh, oestrogeen kan richting de ja, vrouwelijke gebieden het vet wat meer duwen, wat meer op je benen komt het te zitten. En er zijn zelfs mannen uh, die een laag testosteron hebben en een wat hoog oestrogeen, die celluliet hebben. En dat, dat ja, dus zo, zo kan het zelfs worden. Maar als je, stel dat je vindt dat je te, te dikke benen hebt, heeft het dan zin om uh, die benen te trainen? Dus zoals als je een dikke buik hebt, dat je dan uh, buikspieren gaat trainen? Of, of is het meer uh, dat je dan uh, heeft dat eigenlijk geen zin en moet je meer in het algemeen gaan trainen? Je kunt beter vanuit helikopterview kijken en proberen je percentage te verlagen. Um, en daarnaast met hom hom de hormonen die ik net noemde... kun je een klein beetje vetverdeling beïnvloeden. Maar daar moet je ook weer niet te veel van voorstellen. Hè. Dat is natuurlijk heel erg uh, belangrijk. Maar wat je in de gym vooral doet... is uh, met die, ja, als een soort van beeldhouwer bepaalde spieren laten groeien... waardoor de vormen uh, gunstiger uitpakken. En dat kan natuurlijk als het gaat om... Hè, als je te veel vet op je benen hebt... het gaat er ook om van hoe ziet het eruit... Je kunt stevige benen hebben met een hele goede vorm. En daar kun je met uh, training ontzettend veel aan doen. Ja, maar de spotreductie uh, op zichzelf, dat is eigenlijk een mythe. Dat, dat, zo werkt het lichaam niet. Nee, dat is echt totaal te verwaarlozen. Ja. Um, ik weet niet of ik deze vraag nou al heb gesteld, maar de grens tussen uh, gezond en ongezond sporten, waar ligt die? Ja, dat is echt ook, en niet alleen kijk je dan naar sport, maar dan kijk je ook naar de voeding van iemand, dan kijk je naar de stress die zo'n persoon in het dagelijks leven heeft. En die totaalbalans tussen inspanning en ontspanning moet uiteindelijk gaan kloppen. Dus als je heel weinig ontspanning hebt vanuit drukte, dan moet je ook weer niet te veel op sport gaan zitten. Het is echt een persoonlijk vraagstuk wat je hierbij bij hebt. En een van de belangrijkste dingen die, zeker als het over overtraining gaat, uh, langs de vragen die je zelf kunt stellen, is word ik nog beter? En herstel ik wel goed van mijn, tra van mijn trainingen? En het kan zijn dat je juist slechter wordt. Hè? Dus als je overtraind raakt, dan word je eigenlijk iedere keer minder goed in wat je doet. En bovendien is het natuurlijk een belangrijke graadmeter van hoe je normaal ja, er de, de tussenliggende dagen bij zit. En dus als jij echt jezelf door de dag moet slepen op weg naar je volgende training, dan is er waarschijnlijk een onbalans. Juist. En dan heb je hebt dus mensen die eigenlijk te veel trainen, maar een veel groter probleem is natuurlijk mensen die veel te weinig uh, trainen. Nou heb ik wel ooit eens een keer een, een uh, hormoonarts horen vertellen, van ja, als ik, uh, vooral hij had het dan over mannen, als ik mannen krijg die wat te dik zijn en uh, die moeten gaan sporten en ik meet een te laag testosterongehalte. Dan begin ik altijd met het verhogen van het testosteron. Want dan volgt de motivatie om te gaan sporten vanzelf. Ja. Snap je? Wat, wat, wat vind jij daarvan? Nou, sowieso is het uh, duidelijk dat je meer daadkracht krijgt van testosteron. Dat is natuurlijk één ding. Uh, en het zin in training hebben, zal daar voor veel personen ook bij passen. Uh, en daarnaast is het natuurlijk zo dat je met die testosteron de calorieën wat meer je spiermassa in gaat duwen. Dat zorgt ook al voor een uh, verandering van lichaamssamenstelling als je traint. En in feite moet je het ook uh, zo zien, als je testosteron toedient en je gaat trainen, uh, dan krijg je, in die combinatie van die twee geeft meer spiermassa. Uh, alleen testosteron toedienen zonder te trainen doet niet zo heel veel op je, op je spiermassa. Groeien man wel trouwens. Dan kun je zonder te trainen kun je spiermassa vergroten. Dat zie je soms ook door, uh, door deze artsen gedaan worden. Dus ik denk inderdaad dat die testosteron toevoegen op mentaal vlak en lichamelijk vlak enorm gaan helpen om, om over die drempel heen te komen voor deze mannen. Maar dat betekent dus dat zeg maar, de, je motivatie om, om te gaan sporten. ook voor een belangrijk deel hormonaal uh, gestuurd is. Ja, absoluut. He, dus als hormonen uit balans raken. dan, dan gaat je energiebalans op, energie, uh, op een soort spaarstand. Dat is al onhan onhandig. Maar je krijgt allerlei tegenwerkingen. De, 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 de calorieën willen wat meer in je vetmassa gaan zitten. dan in je spiermassa. Je honger en verzadigingen raakt uit balans. maar ook je motivatie voor sport. Dus. Het is op zoveel vlakken belangrijk dat hormonen in balans zijn. Dat beseffen veel mensen niet. Precies, en merk jij dan ook dat als iemand eenmaal in die uh, positieve flow terechtkomt uh, van uh, twee keer in de week sporten, uh, uh, hormoonfactor lifestyle aanhouden, dat het dan met die motivatie ook uh, beter uh, gaat? Ja, het is eigenlijk een samenspel van allerlei dingen. En vaak is het ook zo dat mensen heel veel beter worden van training. Niet omdat ze zijn gaan trainen, maar omdat ze in een bepaalde flow komen. Waardoor ze ook hun voeding beter doen. En, en ook met stress rekening gaan houden. Uh, dus het zijn al die dingen bij elkaar. En het, en het moet ergens beginnen. De een gaat zijn voeding aanpassen, de, de ander begint met training. Uh, en hopelijk uh, gaan ze op een gegeven moment op alle leefstijlpijlers uh, het beter doen. Mooi, dat is gewoon de hormoonfactor lifestyle uiteindelijk. Hè? Exact.